weer een nieuwe video voor jullie. In mijn vorige back to school video heb ik verteld dat er nog andere back to school video's zouden aankomen. En vandaag is het dus zover, heb ik nog een nieuwe back to school video. Zoals je wel aan de titel kunt zien, ga ik vandaag allemaal dingen laten zien die je zeker moet kopen of nodig hebt in het middelbaar of eigenlijk ook wel in de lagere school. Gewoon dingen die je dus zeker nodig hebt voor school. Vorig jaar heb ik ook al zo'n soort video gedaan. Dat was toen ook in samenwerking met HEMA. En ja, ik wou graag dit jaar nog zo'n video doen, omdat die toen heel erg in de smaak viel. En ja, die staan nu ook al ver beneden in mijn video's en zo. Dus ik dacht, het is wel leuk om dit nog eens opnieuw te doen. En ik heb nu ook nieuwe kijkers en zo. Dus, dingen die je nodig hebt voor school. Ik heb alles in deze HEMA-tas gedaan, omdat ik, ja, deze lag hier. En ik heb ook nog een paar dingen nieuw gekocht. Maar ik heb ook al een paar dingen die ik zelf heb, die niet van HEMA zijn. Bijvoorbeeld deze video is ook niet gesponsord door HEMA nu. Deze is gewoon puur van mezelf. Ik heb dus een paar dingen nieuw gekocht voor dit schooljaar. Ik heb nog een paar oude dingen liggen. Dus ik wil dat gewoon allemaal aan jullie graag laten zien, zodat jullie zeker weten wat jullie moeten kopen. Als je dit leuk vindt, doe deze video dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ik zou het ook gewoon heel erg leuk vinden. En laten we nu maar heel snel beginnen met alles te laten zien. Dus het eerste dat je eigenlijk al uitsteekt is kraftpapier. En je gaat wel vaak dingen ook nog van de HEMA-lijn van vorig jaar zien voorbij komen. Maar dat komt gewoon omdat ik daar nog allemaal spul van heb liggen. En zoals ik dus al zei, het is deze jaar gewoon niet gesponsord. En maar dus eerst kraftpapier. En kraftpapier is gewoon heel leuk voor als je heel veel handboeken hebt die heel erg saai zijn en je wilt die graag opleuken. En kan je dat met kraftpapier doen. Je kan bijvoorbeeld ook effen kraftpapier kopen. Of ja, weet ik veel. Kraftpapier, ik denk dat iedereen daar het nut wel van kent. Maar het is altijd heel handig om in huis te hebben. Dan gaan we gelijk door met de schriften. Nu, wat ik eigenlijk persoonlijk het handigste vind zijn A4 schriften. En ik heb er hier 3. Dit is eentje van vorig jaar. En dit, en deze heeft zo gewoon nietjes en deze heeft lijntjes van binnen. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja. En ik vind deze schriften handig om bijvoorbeeld als ik gewoon voor één vak echt heel erg veel moet opschrijven of heel erg veel éénzelfde boek nodig heb, dan is dit bijvoorbeeld heel handig. Het telt overigens niet zo heel veel papieren en dan blijft het allemaal mooi bijeen, want het is aan elkaar geniet. Dan vind ik het ook heel erg handig om een cursusblok te hebben die gewoon uitscheurbaar is. Dus dit is een cursusblok. Deze heeft allemaal ruitjes. En die papieren die kan je zo gewoon heel erg makkelijk uitscheuren. En dat is heel erg makkelijk. Maar ik zeg echt veel te veel, heel erg makkelijk. Maar dat kan je in je boekentas steken. En als je dan gewoon snel een papier nodig hebt of zo, kan je dat hier gewoon uitscheuren. Je kan er ook je samenvattingen op maken, weet ik veel. Mag je helemaal zelf kiezen, maar het is wel heel erg handig om te hebben. En dan heb ik ook nog, deze heb ik trouwens eergisteren gekocht. Heb ik deze kladblok en deze heeft ringbanden. En deze papieren zijn wel uitscheurbaar. Dus je hebt hier zo een strip waardoor je dat wel kan uitscheuren. Maar toch zitten alle papieren wel netjes bijeen. En dat vind ik echt ontzettend, maar dan ook echt ontzettend handig voor samenvattingen te maken. Die samenvattingen zitten dan wel mooi per vak of gewoon per stukje of per toets bijeen. En dan ga je die eruit scheuren als het nodig is. Dus ik vind dit soort kladblok vind ik het allerhandigste, omdat deze ringbanden heeft. Maar je kan het er wel uitscheuren en alles zit tegelijkertijd bijeen. Dus dit is ook echt iets heel handig om te kopen. Dan heb je dat natuurlijk ook een agenda nodig. En in heel veel scholen krijg je gewoon een agenda op school. Ik krijg dat ook, maar ik verkies er ook voor om zelf nog een agenda te kopen. Om echt zelf mijn eigen dingen erin te plannen. En dit jaar heb ik op deze moment dus nog geen agenda. Ik wil eigenlijk heel graag de Masha Planner kopen. Dus ook ja, een agenda die ik dan zelf kan gebruiken. Maar ik moet daar nog even over nadenken hoe ik het ga doen. Maar ik heb dus nog geen agenda en ik kon die van mij van vorig jaar ook even niet vinden. Een agenda is gewoon als je een beetje een chaot bent en graag van ordening houdt, maar de agenda waar je eigen school niet leuk vindt of daarvoor niet wilt gebruiken, dan is het dus echt heel nuttig om een agenda te kopen. Dan heb je natuurlijk ook bepaalpennen nodig, want je moet natuurlijk wel met iets schrijven, hè? Weet je wel? Ik heb deze gekocht en deze vind ik wel leuk. Ik weet niet wat er met mijn haar aan de hand is, maar oké. Dit zijn een pakje van 5. Die schrijven gewoon blauw, want ik schrijf gewoon met blauw in de klas. En ik koop altijd zo, HEMA heeft elk jaar zo'n 5 set. En ik koop die elk jaar opnieuw met een ander printje zet daar gewoon. En deze vind ik heel erg fijn schrijven. Dus daarom heb ik ja, gewoon balpennen, maar daar heb je gewoon over het algemeen nodig. En dan heb ik nog deze 3, want ik schrijf tijdens de examens altijd met een aparte balpen. Ik weet niet waarom, maar iets in mij zegt dat ik dat zo moet doen, omdat dat dan allemaal met hetzelfde is opgeschreven en blablabla. Maar dus voor de examens gebruik ik altijd een andere balpen. En tijdens heel de examenperiode aan dezelfde. En ik heb dit schooljaar 3 keer examen, dus daarom 3 verschillende balpennen. Komt ook weer heel goed uit. Natuurlijk heb je ook een pennenzak nodig en ik heb deze van Victoria's Secret. Je mag natuurlijk zelf kiezen welke pennenzak je koopt. Dat geldt ook voor die balpennen, die kladblokken, voor alles. Je mag echt gewoon zelf kiezen wat je koopt, maar het gaat er gewoon om het ding zelf. Dat dat altijd heel erg handig is. En ik heb dus deze van Victoria's Secret. En daar zitten natuurlijk ook een paar dingen in die heel erg nuttig zijn. Als eerste een Tipex. En Tipex is echt lifesaver. Ik weet niet, als je het mag gebruiken op school en je weet niet of je het nu, en je twijfelt zou ik het kopen of niet. Ik raad je dat echt aan om te doen, want dat is echt, oh, dat heeft echt al een paar keer mijn leven gered. Ook een aanslijper voor potloden, dat is heel erg logisch dat je dat hebt. En ik heb ook markeerstiften. Ik heb er 6. Ik zal ze even pakken. Ik heb deze 6 Stabilo markeerstiften. Deze, die van die pastelkleurtjes. En deze heb ik gewoon eens gekregen voor mijn verjaardag, denk ik. En ik vind die echt super mooi. En markeerstiften zijn ook gewoon, oh, die heb je gewoon nodig. Dus daarom heb ik er ook. En ik heb het liefst veel verschillende kleurtjes. Want dan kan je voor elk soort ding een ander kleurtje gebruiken. Bijvoorbeeld, of voor elk vak. Ik gebruik voor elk vak een andere kleur. En voor sommige ja, vakken natuurlijk dubbel, want ik heb geen 8 markeerstiften. Maar ja, ik vind het ook onhandig om niet zo 1 of 2 markeerstiften te hebben. Maar wel wat meer markeerstiften, omdat dat werkt beter. Maar dan moet je natuurlijk gewoon zelf kiezen. Ik heb hier plakband. En je zou misschien niet denken van, plakband, waarom zou ik dat weer in mijn pennenzak steken? Misschien pakt dat alleen toch maar plaats in. Koop dan een klein rolletje of zo, of steek het in je boekentas. Maar plakband, zo, ik geef vaak, echt heel vaak mijn plakband aan iemand anders. Want dan hebben die zelf plakband nodig en dan hebben ze het niet. En dan zijn die heel blij dat ik dat wel heb. Dus plakband is gewoon heel erg handig om bij te hebben. Omdat heel vaak denk je dat je dat niet gaat nodig hebben, maar toch heb je het nodig. En dan als je het nodig hebt, heeft niemand het bij. Dus het is een aanrader. Oké, dan heb ik ook nog een, hoe noemt dat? Zo'n dikke stift. Zodat het stinkt. Alleen hoe heet dat? Nee. Ja, een dikke zwarte stift. Ik kan er even niet op komen. Hoe dat heet? Een alcoholstift. Een alcoholstift. Oké. Dus een alcoholstift is ook heel gemakkelijk. Want daar heb je ook. Dat is net hetzelfde als het plakband. Je denkt dat je dat niet gaat nodig hebben. Maar je hebt het dus eigenlijk wel nodig. Dan heb ik ook nog latjes. Altijd een extra balpen in je pennenzak steken. Je weet nooit dat iemand er een vraagt of dat die van u ineens op is of kapot gaat. Dus een extra balpen. Oh ja, een echt potlood. Dus gewoon een grijs potlood. Mag je... Nee, dat was totaal niet scherp. Oké, en zo'n grijs gewoon potlood. Dat is ook... Dat heb je ook echt nodig. Dat weet iedereen wel, denk ik. En dan heb ik als laatste nog een... Oh nee, als voorlaatste heb ik nog een lippenbalsem, want ja, dat heb je gewoon nodig. En dan nu, echt als laatste, en dat is iets voor de meisjes onder ons, dat is ook echt heel makkelijk, een haarrekkertje. Als je in de les zit en je moet echt heel hard opletten of je haar zit in de weg, het is allemaal irritant, je wilt het gewoon weg, maar niemand heeft een rekkertje bij. Dus daarom is het gewoon heel erg handig om een lekkertje in je binnenzak te steken of in je boekentas of zo. Want dat heb je echt soms nodig en als je dat dan niet hebt, dat is echt verschrikkelijk. Ik raad u misschien ook aan om wat meerdere rekkertjes mee te nemen, want je kent het verschil. Dan pakt je er een, dan doe je dat in je haar. En dan s'avonds, of dan weet ik niet, na een paar uren, doe je dat terug uit. En dan doe je dat bijvoorbeeld rond je pols, of je steekt dat in je broek, of weet ik veel. Maar dat belandt nooit terug in je pinnenzak. Dus als je dan de volgende keer nog eens een rekkertje wilt, ja, dan heb je dat van de vorige keer gewoon ergens anders kwijtgespeeld. Dus misschien echt een paar rekkertjes, zo 5 of zo. Dat zou het handige zijn. En je moet er dan misschien soms ook wel eens aan denken om die bij te vullen. Zo, en dan waren dit mijn dingen die je nodig hebt op school. Het is allemaal wel vanzelfsprekend, maar ja, bijvoorbeeld dat van een haarrekkertje of zo, of een plakband. Ik dacht, het is misschien wel leuk om het dan allemaal uit te leggen, omdat het dan toch een beetje een tip is. Tips voor naar het nieuwe schooljaar, als je niet zo goed weet wat je nu eigenlijk wil en niet gaat gebruiken. Ik ga nu naar het 6e middelbaar, dus ik heb ondertussen ook al wel flink wat ervaring met wat je dus nodig hebt en niet nodig hebt. En ik denk toch niet dat ik nu iets vergeten ben. Dus ja, dit zijn eigenlijk zo echt de belangrijkste, de standaard dingen. Natuurlijk ook, een gom bijvoorbeeld, dat ben ik al vergeten. Maar ja, dat zit dan maar achter op je potlood bijvoorbeeld. Dus een gom heb je ook nodig. Of een passer, of weet ik veel. Maar dit zijn zo wat de dingen die echt in me opkwamen van, die heb je echt nodig. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze video. Doe deze video zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En vergeet ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En ik wil jullie heel veel succes wensen in het nieuwe schooljaar. En tot snel. Doei!